Een hele goede morgen. Welkom bij deze nieuwe video. Ik heb net een hele leuke quote gelezen op Twitter. Ik heb ergens gelezen dat als je rookt en drinkt, je minder lang leeft. Ja. Maar dat is niet zo. Het lijkt alleen langer. Ja, jongens. Ha. Goed. Ja, en voor alle duidelijkheid, wij roken niet en wij drinken niet. Maar dus ik vind het wel heel grappig. Ja, dat is waar. En dan Jules, die heeft honger. En ik heb ook nog een andere voor de pro-rokers. Allee, er zijn altijd nog mensen die roken. Maar ik heb ook niks tegen mensen die roken. Maar ik heb ook nog een leuke quote voor, namelijk het volgende. Als er iemand iets zegt van ja, roken gaat dan rapper doodgaan en al. Moet je zeggen, niet-rokers sterven ook. Ja. Oké, tot met zover hier de wijsheid van Jenno. Ja. Ja. Ik heb mijn boeken, hè. Ja. Het is wel niet echt eigenlijk aan te raden om jou te boeken voor zoiets. Wat, een paar wandlagers, hè, zo. Hè. Ik schiet ze gewoon maar aan. Ik schiet ze uit mijn mouwen. Zeg, de Jules heeft dus wel langer, hè, papa. Ja, maar hij wil niet meer. Moet je misschien een beetje... Hij wil muziek. Zonder muziek wil hij niet eten. Dat is zoals Wiltura. Ja. Zonder hoop kan ik niet leven. Ja, en zonder muziek wil hij niet eten. Zeg, ja. Dat is hier aan de volle bak, hè. Allee, we zullen nog eens een mooi liedje opsteken, hoor. Oké, Google. Speel Mooi het leven is mooi. Nu gaat dat dus bij superveel mensen in de woonkamer muziek aan. Echte klassieker, hè. Is dit een goed liedje, Jules? Niet goed genoeg. Oké, Google, speel de pinguïndans. Pinguïndans van Schiffy en Co. Prima. Ik speel het af op Spotify. Die goed? Nou, wel nog eten? Nee, nou wilt hij wil het gewoon niet meer eten, denk ik. Ham. Nee, wil het niet meer eten. Voilà. Helaas. Ja. En ons kind heeft karakter gekregen, hè. Ja. Zoals zijn mama. Ja. Ziezo, nu ga ik beneden ook nog ons ontbijtje maken. En dan kunnen wij ook nog ontbijten. Hè? Want zo wat baby cereals. Dat is niet lekker. Ja, jongens. Mama heeft hier nogal een ontbijtje op tafel gezet. En nu filmen hier eigenlijk die filmen. Die ziet er veel mooier uit. Ja, waarom? Die heb ik al een keer in geroefeld. Geroefeld? Hey. Jules heeft zijn ontbijt ook al een beetje op. Nog niet helemaal. En hij is nu kokos aan het eten, precies. We vinden het lekker. Kokospokje. Ja. Moet je dat nu filmen, papa? Hier, dat kan niet meer hebben. Ja, mama. We gaan een paar uur verder in de tijd. In de tussentijd is Julie al naar de kapper gegaan. Ik heb mijn Juleke mee bezig gehouden. Een dutje gedaan. Een dutje gedaan, inderdaad. Nou, ja, eigenlijk wel. En jij bent dus naar de kapper geweest. Yes. Show off your hair. Kijk, zie. Ja. Mooi, hè? Ja, hoor. Het is ook een beetje korter. Ja, ik zie het. Ik ben wel heel tevreden, dus... Tadaa! Right. Happy New Hair! Een nieuw jaar, nieuw hair. Happy New Hair! Happy New Hair! Dat heb je ooit gezongen, hè? Ja. Daarom ben ik het toe, hè? We hebben dat toch al lang gezegd. Gisteren hebben we toch naar die video teruggekeken. En daar heb ik dat toch een stukje gezongen, hè? Daarom dat ik het nog wist. Oh, zangtalent, hè? Ik zie wel dat mijn coiffeur mij een beetje in de steek laat, hè? Ja, uw coiffeur gaat proberen morgen nog eens te maken. Een beetje lang aan het worden, hè? Ik heb ook nog een snor en een baard. Ja, daar heeft eigenlijk uw coiffeur niet veel mee te maken. Dus dat moet ik nog eens doen. Yes. Hey, voor de eerste keer in de nieuwe autostoel. Heb je hem al gezien, Jules? Kijk eens. Hey, kijk eens. Heb je dat gezien? Het ziet er nu een beetje anders uit, hè? Je kan met de rijrichting mee of met de rijrichting tegen. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Ik zal eerst even gewennen aan de nieuwe stoel en dan nog zoals vroeger. Dat hij nog omgekeerd kan zitten? Nee, gewoon. Of gewoon direct zoals het nu staat. Oké. Jules, is het een nieuwe stoel? Hey! Jules, is het goed? Stoeltje? Nog even vastmaken, hè? Ja. Papa is toch nog even zoeken wat het allemaal gaat, hè? Stoel, ja. Nieuw, zegt hè? Nieuw. Zit jij goed vast? Kijk in de kat. Jippie. Ben je blij? Ik denk het wel. Ben je blij? Het is goed, papa is goed gekeerd. Je hebt nu wel geen zonnescherm meer. Papa. Papa. Allee, kom. Goed zo, Jules. Is een nieuwe stoel. Bravo voor Jules. Je bent een grote jongen nu. Goed zitten, hè, jongen. Goed naar achter. Mijn schatjes, hè. Ja. Mijn schatjes. Oh, we zijn zo blij dat we er weer, als jullie er zijn, dat de chilleke erbij is. Hij heeft weer al eigenlijk eten gezien. Het eten is van het honger. Dat is afval, Jules. Jules, jij krijgt thuis geen niet. Denk je het? Jij krijgt het niet. Ja. Maar de rest, ja. Schiet er. Schiet er aan, nou. Hè? Ja. We zijn dus bij mijn mama, we hebben hier lekker gegeten, dat heb je goed gedaan, mama. Ik vind het altijd fijn om terug opnieuw thuis te kunnen komen eten, want je maakt altijd lekker eten. Opa heeft meegeholpen. Ja, en opa heeft meegeholpen vandaag, Jan dus, hè. Heeft dus meegeholpen vandaag, dus ik vond het echt heel lekker, dat heb je goed gedaan. Complimenten, dat mag ook wel een keer gezegd worden, hè. Dankjewel. Ja. Zeg, heb je ook al eigenlijk gezien, ik heb vandaag iets nieuws aan mijn haar. Ja, mooi. Goed, hè? Ja. Ah ja. Ja, ja. En mooi kleurtje. Goed kort, hè? En korter als anders, hè? Dus ik ben er ook wel eigenlijk super tevreden van. Dus heel blij mee. Maar onze Jules begint terug stilletjes aan weer al wat tijd moeten worden. We hebben zo net onze tafel afgeruimd, de afwas ingeladen. En nu denk ik dat het terug tijd wordt om terug opnieuw naar huis te gaan, hè, Kapoenie? Hey, op tijd doe je bedje, hè? En je mag opnieuw in je grote jongens toe. Dat ging goed, hè? Nee. Hij deed trouwens in de auto zo en hij wijst dus nog een keer richting naar buiten. Dus hij bedoelde niet van kijk, ik kan buiten kijken. Dus heel grappig en hij maakt zich tegenwoordig echt beter en beter duidelijk. Hè? Ja, ik merk zo echt wel vaker wel worstelen als Jules zegt. Weet jij zo nog iets als Jules zegt? Of dat hij begrijpt wat hij zegt? Pas op, pas op. Hij kan niet meer onder de deur onderdoor. Nee. Ik kan niet onderduiken. Ah ja, ja, Jules, bijna je groot. Bijna gebald. Jules wordt een groot. Ja. Zo, rijd de zotte, de zotte, de zotte, de zotte. Ja. Rijd de zotte. Ja, zo. Ja. Ik ga al lang mee, hè. Ja. Allee, mama, vertel het een keer. Weet jij zo iets dat als Jules als nieuw woordje zegt of doet? Ik weet het niet. Ik weet wel dat er meer en meer mee... Grote jongens speel gewoon. Ja. Dat baby speelt goed door. Ik heb daar al een deel van weggedaan. En Jules kan heel mooi zo bijvoorbeeld ook aan de garage staan met de auto's van de grote jongens al spelen. En met keukens dat de grote jongens spelen. Ja, en zo'n boekjes natuurlijk. Ja, boekjes. Jules is een gigagrote boekenworm. Jules is gek van boekjes. Die kan gerust de hele dag door alleen maar boekjes lezen. Liefie? Ja. Maar tegenwoordig zegt hij ook pinguïn. Maar hij zegt pinguïn. Ah, pinguïn. Ja, pinguïn. Ja, pinguïn. Zegt hij pinguïn. Nog niet kunnen vloggen. Nee, nog niet kunnen vloggen. Ik heb het al gehoord, mijn mama heeft het ook al gehoord. Maar papa denk ik ook nog niet. Wel, heb jij het al gehoord? Nee, dat is waar. Nee, dat zegt hem ook. Ja, pinguïn. Pinguïn. Kijk, kijk, kijk. Ja, kijk. Of daar. Daar, zegt hem ook. Ja, wijst hem daar ergens. Ja, ja. Heel kleine woordjes, hè? Ja. Daar. Ja. Goed zo, Jules. Daar. Waar. Daar! Allee, wij gaan in de auto springen en terug opnieuw richting nog Lillebolle. En wij zien jou heel graag morgen weer voor een nieuwe video. De duimpjes omhoog, hè. Dag!